Hallo, ik ben Leonie Banier. Ik werk voor de vrijwilligersorganisatie Link nog 50. En vandaag zijn we op bezoek bij de buurtconciërge. En Jart Hoekstra, die is, zeg het maar. Ik ben werkbegeleider bij het Groenhuis. Ik probeer zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen die andere mensen in de wijk helpen met een klusje in of om het huis. Dus we zijn vandaag in deze tuin. En volgens mij kan die wel een opknapbeurt gebruiken. Dus we gaan aan de slag. Abdel. Ja. Jij hebt een basisbaan ja, klopt. Bij de buurtconciërge. Ja, klopt. Sinds wanneer heb je dat? Nu bijna anderhalf jaar. Jullie doen klussen voor, ja. voor mensen, ja, bewoners. Voor de wijk, ja. En dat kan van alles zijn, hè? Ja, kan van alles. Verhuizen, hè? Okay, ja. Ja, ook verhuizen. Dingen voor gemeenten weggooien naar gemeenten, naar gevaar. Wij doen alles voor mensen. Ook verven, schilderen thuis. Doen met plezier. Wat maakt dat jij er zo gelukkig van wordt? Je weet, je gaat naar iemand voor helpen. Dat je doet met jouw hart, ja. met jouw liefde. Op deze manier straks helemaal blij, ja. gezicht lachen en beginnen bedanken. Daar maak je mij gelukkig ja. van. Nou, duur ik lekker bezweet. Ja, zeker, ja. Waarom doe jij vrijwilligerswerk? Ik heb in 2017-18 een hele dikke dip gehad. Sinds ik daaruit ben, ben ik dus weer vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst besteed in stad. Ja, daarvoor werkt u betaald? Of? Ik heb daarvoor een BBL-opleiding gedaan. Werken en leren met mensen met verstandelijke beperking. Oh ja. Wat vind je leuk aan vrijwilligerswerk bij de buurtconciërge? Mensen, de gezelligheid. Ja, de sfeer in het Groenhuis is heel goed. Ja. Je kan je verhaal kwijt als het nodig is. Je bent er voor elkaar, ja. zo voelt dat. Wat is jouw rol in het geheel van de buurtconciërge? Ik ben hier als vrijwilliger gekomen bij het Groenhuis. Ja. En ik heb het hele Groenhuis beschilderd. Oh, dus ik ben hoezo eigenlijk beschilderd? Heeft een kleurtje gekregen? Nee, echt beschilderd met bomen en natuur en al dat soort dingen. Oh, geweldig. Want sinds 2 jaar heb ik ontdekt dat ik schilderen toch wel heel leuk vind. Ik kreeg bij het Groenhuis dus de kans om daar veel meer mee te oefenen. Je ontwikkelt je echt als kunstenaar. Ik vraag me af, hoe denk je dat het verder gaat? Je doet dit nu als vrijwilligerswerk. Ik wil eigenlijk dat kunstenaarswerk meer uitbreiden. En, dus en voor de rest kunstenaarschap. Zo, ja, en dit erbij. Dat zou het mooiste zijn. Ja. Jullie zoeken nog meer mensen? Ja, zeker. In het begin was het een beetje zoekende. Moesten echt de vragen ophalen bij mensen. Ja. Alleen kreeg ik nu zoveel aanvragen binnen dat we eigenlijk de mensen nog niet allemaal kunnen helpen die we willen helpen. Oh, okay. Dus we kunnen nog wat handjes gebruiken. En dan vooral voor die tuinwerk of ook binnenklussen? Nou, eigenlijk alles wel. Je hoeft niet perfectionistisch te zijn, maar gewoon lekker wil aanpakken en lekker wil doen. We hebben lekker gezweet. Bent u tevreden over het eindresultaat? Zeker, zeker. Heel dankbaar ook.